Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dunlop Tires, E-Tech, racehardware.com en Centix. Ahojte, vítame vás na Slovakia Ringu. Inderdaad, hallo en welkom op de Slovakia Ring, 40 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Bratislava. En wist u dat het circuit juist op deze plek gebouwd is vanwege het feit dat hier bijna het hele jaar de zon schijnt? Nou, u ziet het, het is niet gelogen. Prachtig weer begroet de Supercar Challenge powered by Dunlop het GT en Tourwagen kampioenschap van de Benelux. Vandaag kijken we naar de Super GT, GT en GTB tijdens de zaterdag- en zondagraces. Ja, we zijn hier op de Slovakiering voor de eerste keer in de geschiedenis. Het was voor heel veel mensen wel een behoorlijk lange trip met wat hindernissen, wat lekke banden. Maar uiteindelijk zijn we hier aan het verwachten dat het een heel fraai weekend wordt met leuke races op een heel mooi en uitdagend circuit. Uitdagend was het zeker, want voor vrijwel iedereen was het de eerste kennismaking met dit gloednieuwe circuit. Ja, het is voor de meesten natuurlijk helemaal nieuw en het is een behoorlijk technisch circuit en een lang circuit. En dat maakt het voor mensen die het snel oppikken, maakt het wat makkelijker. Maar uiteindelijk valt het me toch mee, want de tijden zitten behoorlijk dicht bij elkaar. En er zijn maar relatief weinig fouten gemaakt. Er zit één hele bijzondere bocht in die heel gemeen knijpt. En daar hebben wat mensen het grind gezien. Maar voor het overige is het eigenlijk heel goed gegaan bij de kwalificatie. Zaterdag werd die kwalificatie gereden. En het is Jan Versluis met de Ferrari 458 GT2 die de pech van de vorige race op zolder achter zich laat. Hij pakt de eerste startplek voor zowel zaterdag als de zondagrace. En de hulp van fabrieksleider Gianni Bruni heeft daar zeker aan bijgedragen. Ik had het niet verwacht, een pole. Het is mijn eerste pole, dus het ook wel weer genieten eigenlijk, zeg maar. Je ziet je tijd elke keer in het display en denk je yes. Dus, de baan is ontzettend leuk, maar hij was ontzettend vies. Dus als de baan schoon blijft met de race, dan kan het nog harder. Ja, maar makkelijk zal het zeker niet worden, want Ferrari-rijders Martin Lanting en Bob Herber zijn hier ook op de Slovakiering met een nieuwe auto. De 2013 uitvoering van de Ferrari 458 GT2. Aan hun de lastige taak om deze nieuwe wagen onder de knie te krijgen en dat ook nog eens te doen op een nieuw circuit. Maar het ging ze goed af, ook met een beetje hulp van Gianni Bruni, want zij pakken de tweede startplaats voor de eerste race. En zo staan de twee top Ferraris van Michelotto op de eerste rij. En zo gaan we naar de zaterdagrace. Stralend mooi weer en de temperatuur van het asfalt loopt al snel op tot ruim boven de 35 graden. Maar de start komt echter te vroeg uit voor één deelnemer en dat is Barry Maassen. Hij staat nog in de pits met een Viper die het op dit moment laat afweten. We kregen de koppeling niet ontlucht. Maar nu is hij ontlucht, dus we gaan hopen dat we nog kunnen rijden. We gaan het proberen in ieder geval. En zo is het veld bijna gereed voor de start. De laatste lange doordraaier voordat we het rechte end opkomen. Tweede rij bestaat uit Jim en Glenn Geddy in de McLaren. Jim Geddy die de eerste stint voor zijn rekening neemt. En Henry Zumbrink met de Volvo S60 V8 silhouet. Dat is die blauwe. En daarachter dan Jan Storm in de rood-wit-zwarte BMW. En Peter Hoevenaars op de zesde plaats met de Viper. Het licht is uit en Jan Versluis met een goede start. En ook een goede start van Bob Herber. Zijn eerste start in de 458 GT2. Peter Hoevenaars komt mooi mee aan de buitenkant. Maar het zijn de twee Ferraris die het veld aanvoeren. We zijn aan boord bij Jan Storm, eerste bocht. Jan Storm op de derde plaats. Daarachter dan Jim Geddy. Daarachter Henry Zumbrink met de Volvo. Gevecht om de tweede plaats. Oh, Bob Herber verslikt zich bijna, want die zag de bocht niet aankomen. Oh, daar wordt geel gezwaaid. Ja, en dat is natuurlijk om aan te geven dat er een chicane aankomt. De eerste drie ronden zullen ze dat doen. Daar is die chicane, die is aangebracht. Omdat ze anders op deze heuvel loskomen van de grond. Nou waren er een aantal deelnemers die die chicane wel genomen hebben, maar absoluut niet van het gas gegaan zijn. Gevecht om de eerste plaats en Bob Herber die komt heel mooi naar die Ferrari van Jan Versluis toe. Dan hebben we daarachter en dan op de derde plaats Jan Storm en dit is het gevecht om de vierde plaats. Jim Geddy in de McLaren en Henry Zumbrink met de V8 Volvo begint aan te dringen. Maar ja, Volvo ligt een dikke Corvette motor achterin dit chassis. Wat lijkt op een Volvo S60.
Daarachter dan het 18-jarige talent Peter Hoevenaars, die pas zaterdagochtend op het circuit aankwam, want hij moest op vrijdag nog eventjes zijn economie-examen doen. Maar dat ligt ver achter hem, want hij is nu bezig om het Henry Zumbrink moeilijk te maken. Zumbrink naar buiten en Hoevenaars maakt er gebruik van, duikt achter de McLaren op de vijfde plaats. Zumbrink probeert te counteren, maar moet zijn meerdere erkennen in de Viper. De Volvo erg snel, maar nog steeds wat last van onderstuur. Hoevenaars, we zijn bij hem aan boord. Jim Geddy zit ervoor. Jim in de McLaren. De McLaren heeft heel veel vermogen onderin, maar Peter Hoevenaars heeft een gaatje gevonden om er voorbij te komen en pakt de vierde plaats. En op dat moment komt ook Barry Maassen in eenzelfde Viper eindelijk de pitbox uit. Jan Versluis, inmiddels al met een kleine voorsprong op Bob Herber. We zijn aan boord bij Jan Storm en dan dit momentje. Oeh, helemaal geen grip meer. Komt dan in die grindbak terecht, kan er gelukkig doorheen rijden. Maar die stenen in die grindbak die zijn echt zo groot als golfballen en die zorgen dus voor lekke banden en kapotte ramen. En dat is ook het geval bij Jan Storm. Ik had een hele mooie start. Ik had iets in mijn hoofd om gelijk twee auto's te pakken en dat lukte perfect. En ik kon aardig aanhaken bij de Ferraris. Dus dat zag er gewoon heel veelbelovend uit. Ik denk, nou, dat kan wel eens een keer podium worden. Maar helaas, na een, ik weet niet, 8 of 10 ronden kreeg ik een lekker band. Nou ja, daar is niet tegenaan te rijden. En helaas is de race ook voortijdig voorbij voor Henry Zumbrink. Ja, het ging niet helemaal zoals we gewenst hadden. En, veel problemen met de auto op dit moment, met de wegligging. En uiteindelijk ook nog eens een keer een aandrijf als die gebroken is. Dus ja, pech de eerste wedstrijd, helaas. En terwijl de klok verder tikt, heeft Jan Versluis in de Ferrari een comfortabele voorsprong opgebouwd op de man op de nummer 2. En dat is nog steeds Bob Herber. Maar hij kan zich tijdens de pitstops natuurlijk geen enkel foutje permitteren. In Zolder ging het bij de tweede race fout. Toen wilde hij niet lekker meer lopen na de pitstop. Dus we hopen allemaal voor Jan dat dat probleem opgelost is. En het lijkt allemaal goed te gaan. Bob Herber nog steeds op de tweede plaats en die komt ook binnen. Ferrari heeft toch wel wat achterstand opgelopen. Als Martin Lanting het stuur overneemt, dan vragen wij aan Bob Herber waarom. Ja, de eerste 5 ronden gingen heel goed. Ik had een goede start. Ik had opdracht gekregen om de eerste 2 ronden rustig aan te doen, geen risico's nemen. Aangesloten achter Versluis. Heel goed, alleen een rondje 5 kreeg ik een brandstofdrukprobleem. Dat schijn je in de auto te kunnen oplossen. Alleen die knop zit wat uit het zicht, het is een nieuwe auto, dus die kon ik niet eens weer 3 vinden. Dus daar verloren we wat tijd mee. Ja, kijken nu wat de schade is, ze hebben het waarschijnlijk kunnen oplossen. Dus ja, als het goed is zit er nog een podium in. Nou, dat zou natuurlijk voor de eerste race met die nieuwe auto fantastisch zijn. Jan Versluis, als hij uit de problemen blijft, dan moet hij zijn tweede overwinning van het seizoen kunnen pakken. En dat is dan ook helemaal in de lijn van zijn bedoelingen, want hij is helemaal afgetraind tijdens de winter. Hij gaat er gewoon nu echt voor. En dat geldt natuurlijk ook voor de Brits GT-kampioenen van vorig jaar, Jim en Glyn Geddy. Vader Jim die van zichzelf zegt, ik durf nog niet goed, maar dat is niet het geval bij Glyn. Zo'n lief in de McLaren die er geen gras over laat groeien, gevecht om de tweede plaats met Martin Lanting. En die Glyn Geddy die is zo fanatiek. Als hij tweede wordt of derde, dan loopt hij gewoon boos weg. We zijn nu bij hem aan boord en hij ziet een rode Ferrari voor hem. En dat kan niet lang goed gaan. Mooi geblokt. Schitterend de deur dichtgegooid door Martin Lanting. Lanting natuurlijk een gentleman driver en Glyn Geddy is dat niet echt. Hij zet altijd in de wedstrijd de snelste raceronde neer. En dat komt gewoon omdat hij zo verschrikkelijk fanatiek is. Hier probeert hij het weer. Daar is een gat waar hij gebruik van wil maken. Kracht onderin bij de McLaren. En hij is er voorbij. En dan een drive-through penalty voor nummer 1-1-2. Dat is Glyn Geddy. Hij moet naar binnen. Oh, wat zal die zitten balen. Ja, zie je, handje omhoog. Wat is hier aan de hand? Naar de hand blijkt dat ze een halve seconde tekort hadden stilgestaan tijdens de pitstop. En dan word je zwaar bestraft in de Supercar Challenge. Moet je het allemaal weer opnieuw doen. En op een gegeven moment rijdt hij dat gat dan ook weer heel snel dicht. En zit hij weer achter Martin Lanting. En dat zit hij al een paar ronden, maar we zijn nu in de allerlaatste ronde van de race. Nou kijk, hier ging Glenn er in het begin voorbij.
En nu gooit hij werkelijk alle registers open. Rijdt letterlijk de keien uit de grindbak om dichter bij de Ferrari te komen in de laatste ronde. Bij Martino Rosso, het team van Martin Lantik en Bob Herber, houden ze alles nauwlettend in de gaten. Laatste bocht van... Nee, hier zien we nog op de bult. En dan gaan we naar de laatste bocht, die hele lange doordraaien. Martin Lantik weet dat Glengaddy gaat komen. Maar waar gaat hij komen? Want die bocht die heeft zoveel lijnen. En oh, Martin Lantik schuift eraf, komt op het vuile gedeelte en kan de auto niet op de baan halen. En dat kost hem zijn tweede plaats. Ja, glijdt er gewoon af. Buitenkansje voor de McLaren. De McLaren die heeft mij in de laatste bocht verschalkt. Ik ging wijd, hij kon binnendoor. Maar feitelijk, als je de ronde ervoor bekijkt, verdiende hij het wel om de tweede plek te pakken. Dus wij zijn heel gelukkig met de derde plaats. Ja, dat gebeurt allemaal ver achter Jan Versluis, die met grote overmacht deze eerste race op de Slowakia-ring op zijn naam schrijft. Op een zesde plaats Jan Storm, vijfde plaats Peter Hoevenaars, vierde voor Roger Grauwels, Martin Lantik en Bob Herber dus op de derde plaats, Jim en Glengaddy tweede en Jan Versluis die zelf vond dat het nog wel een beetje beter had gekund. Ik was bij de start niet scherp genoeg, want mijn concurrent was iets sneller. Maar goed, ik zat aan de goede kant, dus dat was mijn geluk. En ik heb de eerste twee ronden een beetje opgelet bij mijn achterganger. Daardoor ging ik meer opletten naar achter dan naar voorkant, dus ik liep niet uit. En toen heb ik hem dikker voor gezitten. En mijn banden waren lekker temperatuur. En toen liep ik iets van 34 seconden liep ik uit. Dus een paar kleine momentjes meegemaakt. Maar verder ging het helemaal super. En dan gaan we naar het podium met de kleine Herbert. Natuurlijk Jim en Glengaddy op de tweede plaats. En een mooie overwinning voor Jan Versluis. Ja, dan naar de GT-klasse. Dat leek een overwinning te gaan worden voor Jan van der Kooi, de Amsterdammer met de Lotus GT3. Auto waar die al zijn vrije uren in heeft zitten. Maar helaas, het was weer voor de katzen viool. Het ging fantastisch. De riem van de oliepomp is er afgelopen, is geknapt. En daardoor is de motor vastgeslagen, helaas. Ja, dan lijkt de overwinning te gaan naar de Fransman Pierre-Étienne Bourdais. Maar de Volvo staat werkloos in de pits. Zelfs het zeer ervaren endurance team van Delahaye kan deze auto niet winnend aan de streep brengen vandaag. En Pierre, wat is er gebeurd? La même chose qu'à Zolder, l'accélérateur est resté bloqué à l'escargot et ça m'a fait j'ai fait tête à queue, je suis parti dans le bac à gravier. Même panne qu'à Zolder. Voilà. En zo gaat de overwinning vrij eenvoudig naar Supercar Challenge debutanten Greg Wilkins en Aaron Scott. De Britcar kampioenen van 2011 hebben via de Blancpain dan uiteindelijk de overstap gemaakt naar de Supercar Challenge. En ze zijn natuurlijk blij met hun eerste overwinning. Yeah, yeah, really satisfied. It's been a long time since we've had a team win. We did Blancpain last year against works teams, which is always hard work, so it's nice to come somewhere where I think the field is very fair. I think there's a good balance system here. And I think if things aren't right, then Dick fixes them. So it's all good. I'm looking forward to the season. En opvallende winnaars in de GTB zijn Rudy Lemmens uit België en Michael Retschko uit Oostenrijk met de KTM Crossbow. Ze zouden eigenlijk uitkomen in de supersport, maar waren te snel, dus werden gepromoveerd naar de GTB. En zo komt er een einde aan de eerste dag van de Supercar Challenge powered by Dunlop op de Slowakia-ring. Maar na de onderbreking zijn we terug met de tweede dag, de zondagsrace in alle drie de klasses. De Super GT's, de GT's en natuurlijk de GTB's. Graag tot zo! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dunlop Tires, E-Tech, racehardware.com en Centix. Welkom terug. U kijkt naar de Supercar Challenge powered by Dunlop vanaf de Slowakia Ring. Race nummer 2. Jan Versluis opnieuw met pole position, maar nu heeft hij Jim Geddy naast zich staan in de McLaren. Daar hebben we hem. En dan natuurlijk daarachter de AF Corse 458 GT2 van Bob Herber. En terwijl de door Total Car Concepts getunede Nissan GT-R Pacecar het veld aanvoert,
zien we op de vierde plaats de blauwe Volvo van Henry Sundbrink. Dan op de vijfde plaats Jan Storm in de rood-witte BMW Z4 GT3. Naast Peter Hoevenaars in de Dodge Viper. Daarachter dan Roger Grauwels en Barry Maassen. In de GT-klasse is het dan pole position voor Greg Wilkins in de Viper. En pole position in de GTB is voor Rudy Lemmens met de KTM Crossbow. De pacecars van de baan rollen de start bij de Supercar Challenge. Powered by Dunlop. Het wachten is tot het licht uit is en dat is nu het geval. Jan Storm wil de snelweg, maar verliest dan momentum en een hele goede start van Peter Hoevenaars in de Viper. Daar zagen we hem eventjes aan de buitenkant zitten. Maar het is Jan Versluis die als eerste de bocht ingaat. Gevolgd door Bob Herber in de 458. We zijn aan boord bij Peter Hoevenaars. Die zich dan de loef laat afsteken door Henry Sundbrink, Jim Caddy en natuurlijk ook Jan Storm. En Roger Grauwels net voor de gele vlag er voorbij. En zo valt Peter Hoevenaars van een derde weer terug naar de zevende plaats. Zit hier achter Roger Grauwels en gaat daar wel heel erg langzaam door die chicane. En verliest daarmee de aansluiting. En Henry Sundbrink begint Bob Herber onder druk te zetten. De blauwe Volvo bijna op de bumper van de Ferrari. Wow, die gaat hier al door het gras. En zo kan Jim Caddy zijn slechte start herstellen. Hij zit nu op de derde plaats achter Sundbrink. Start op de tweede plaats overigens. En ook Jan Storm gaat er voorbij. En wij praten met Bob Herber. Ik kom in bocht 3 en ga gewoon zelf iets te vroeg op mijn gas. En ik ga iets wijd. Maar er zit geen asfalt, er zit een stukje gras, dus ik moest even grasmaaien spelen. Maar kijken of we podium eindigen, maar als het niet zo is, vrees ik dat ik het gedaan heb. In ieder geval, terug op de vijfde plaats nu, Bob Herber. En Jan Storm zet hem naast Jim Caddy. Wow, mooi gedaan hoor. Heel strak langs Jim Caddy in die strakke S-bochten. En Bob Herber gaat er nog veel harder doorheen en daarmee staat Jim Caddy echt onder druk. Gevecht om de vierde plaats. Oeh, de Ferrari kwam daar eventjes los. Je hoorde het toerental eventjes omhoog gaan. En Caddy in de problemen. Bob Herber naast de McLaren en er voorbij. Zo doe je dat uit het boekje. En minder goed gaat het met Barry Maassen, want de Viper die hangt in de takels. En zo wordt het een ravenzwart weekend voor de mannen met de Vipers, want ook Peter Hoevenaar staat even later in de pits. En de mannen van Linde Racen zoeken nog naar de oplossing, maar kunnen hem niet vinden. En ook Peter Hoevenaars valt uit. Ben staat al aan. Pomp 2, pomp 1 uit. Ondertussen is dit het gevecht om de derde plaats. Jan Storm in de BMW Z4 en de Ferrari natuurlijk Bob Herber. Oh, zet hem daar mooi naast de BMW. Jan Storm zit nu aan de goede kant. Kan die counter? Oeh, die raken elkaar. Ja, Jan Storm profiteert ervan. Hier zien we het moment nog een keer. Bob Herber aan de binnenkant. Ja, Jan Storm lijkt ermee weg te komen, maar het bodywork heeft elkaar natuurlijk geraakt. En dat blijkt later gevolgen te hebben, want daar gaat hij met een lekke band rechtdoor de grindbak in. En hij lijkt toch niet heel erg afgeremd te worden. Komt dan op het gras terecht, deurtje open, stof eruit en Jan Storm eruit. En met lege handen naar huis. Misschien dat hij op Spa het volgende raceweekend dan wat meer geluk heeft. En nog één keer vanuit de BMW Z4 van Jan Storm. Ja, terug naar de kop van de race met Jan Versluis achtervolgd door de Volvo van Henry Sundbrink. Derde plaats is dan Bob Herber met de Ferrari. En door het wegvallen van Jan Storm, Jim Caddy nu op de vierde plaats achtervolgd door Roger Grauwels. En dat was een gevecht wat ronde na ronde doorging. Maar Roger Grauwels kwam er niet voorbij. Pitstops dan, Henry Sundbrink is binnen.
viel uit op zaterdag. Weinig resultaatseconden, dus hoeft minder lang binnen te staan. En gaat dan ook als nummer 1 in de wedstrijd de pits uit. Jan Versluis op de tweede plaats, maar dat duurt niet heel erg lang. Zumbrink probeert wat hij kan, maar weet natuurlijk ook dat hij die GT2 niet achter zich kan houden. En dat heeft niet met de rijderskwaliteiten van Zumbrink te maken, maar wel met de banden, want die zijn duidelijk op de Volvo. Ja, echt heel veel onderstuur. En daar komt Jan Versluis, zet hem daarnaast. Henry heel laat in de remmen. Maar ja, dan kom je op dat vuile gedeelte. En aan de binnenkant zit Jan Versluis op het schone gedeelte. Heel strak langs het randje en hij pakt de eerste plaats. En de zweet is nog niet van de Italianen af, want daar is de volgende Ferrari. Zumbrink die dweilend door de bochten gaat, terwijl de Ferrari snoerstrak over het circuit stuurt. En zo kan Zumbrink geen snelheid opbouwen. Qua motorvermogen moet hij dit absoluut kunnen. Maar aan het einde van het rechte stuk steekt Martin Lanting er voorbij en pakt de tweede plaats. En kan Zumbrink nu rustig ademhalen en genoegen nemen met de derde plaats? Nee, want daar is die schot weer. Glyn Geddy heeft de stuur van zijn vader overgenomen en gaat werkelijk als een bat out of hell op de Volvo af. Die rondrijdt als aangeschoten wild, want hij haalt bijna geen apex meer. De binnenkant van de bocht haalt hij niet meer. En dan mis je de topsnelheid en dan komt die Geddy uit de slipstream voor het einde van het lange rechte stuk en pakt de derde plaats. En om dan ook nog even zout in de wonden te strooien, wordt hier ook nog gezandstraald. Ja, het was niet de race voor Henry Zumbrink. Maar dat was het wel voor Jan Versluis. Al heeft hij er dit keer wat harder voor moeten vechten. Martin Lanting en Bob Herber op een mooie tweede plaats. Jim en Glyn Geddy derde. Henry Zumbrink vierde. Roger Grauwels vijfde. En zo staan ze dan ook op het podium. Een iets verhitte Jan Versluis, Martin Lanting en Bob Herber. Heel erg blij natuurlijk. En dit is de kleine Herber die alvast een beetje oefent met de champagne. En er is reden voor een feestje, want ze stijgen twee plaatsen in het kampioenschap. Martin Lanting en Bob Herber delen nu de derde plaats met Roger Grauwels. En Jim en Glyn Geddy nemen de leiding over in het kampioenschap na twee raceweekenden. En dan gaan we naar de GT-klasse. Daar zijn het de twee pechvogels van de zaterdagrace die het uitvechten. Jan van der Kooi die hier aan de binnenkant zit bij Pierre-Étienne Bourdais. En het is echt een prachtige weg tussen die twee wat ronde na ronde verder gaat. Helaas valt Jan van der Kooi weer uit. Maar beter gaat het bij het Delahaye Racing Team die gelukkig het probleem met de gasklep bij Pierre-Étienne Bourdais hebben opgelost. En zo gaat hij aan de leiding en gaat het gevecht om de tweede plaats tussen Greg Wilkins en Aaron Scott en Martin Short en Lev Friedman. Martin Short doet het dan heel erg goed, die gaat uiteindelijk voorbij de Viper. Maar na de pitstops is het Lev Friedman die te lang blijft doorgaan met een kapotte radiator, koelvloeistof om zijn oren. En uiteindelijk zegt het Ferrari krachtbron achterin, doe het zelf maar. En dat wordt vast geen gezellig gesprek met team-eigenaar Martin Short. Pierre-Étienne Bourdais daarentegen is erg blij met zijn overwinning. Greg Wilkins en Aaron Scott op de tweede plaats en Wim Lumbeek met de Viper op de derde. En als we dan even kijken naar de stand in het kampioenschap in de GT-klasse, dan staat diezelfde Wim Lumbeek bovenaan. En dat betekent ook weer dat je niet altijd hoeft te winnen. Betrouwbaarheid is een groot goed en daarmee kun je heel goed scoren. En dat doet ook Rudy Lemmens, die zijn tweede race wint hier op de Slowakia-ring samen met Michael Rechko. Jurgen van Halver en Patrick Lamster pakken de tweede plaats. Doen ze met een Porsche GT3 Cup. En die moeten ook hun eerste race nog winnen, maar nemen wel de leiding in het kampioenschap over. En dat komt omdat Charlie Frijns en René Wijnen ervoor gekozen hebben om deze ronde in Slowakije uit te zitten. En zij delen dan de tweede plaats met Rudy Lemmens en Michael Rechko. En tot zover deze ronde op de Slowakia-ring. Wilt u er zelf een keertje bij zijn? Let dan goed op! 22 en 23 juni staan in het teken van de Superstars at Zolder. Twee dagen volgepakt met autosport van de bovenste plank. Met natuurlijk de twee hoofdraces van de Superstars International Series, waar Mercedes, Audi, Chevrolet, BMW, Jaguar, Maserati en Porsche in actie komen. Maar ook de Italiaanse GT Sprint Series. En natuurlijk de Supercar Challenge powered by Dunlop. En nog veel meer. Nergens kun je zo dicht bij de autosport komen.
Dus kom 22 en 23 juni naar het circuit van Zolder in België. Voor kaarten kijk je op superstars-zolder.be. Volgende week zijn we weer terug op de Slowakia-ring en dan ziet u de races in de Supersport en de Sport en de allernieuwste klasse in de Supercar Challenge, de Super Lights. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot ziens. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Dunlop Tires, E-Tech, racehardware.com en Centix.